Hallo! Welkom bij de video! Ik sta hier omdat... Ik weet niet waarom. Welkom! Welkom. Goed, welkom allemaal bij Content Veen seizoen 4. In de vorige aflevering heb ik dit hele platform hier plat gemaakt. Het was helemaal geen platform, het waren bergen. En jeetje, wat was dat een werk. In deze video wil ik dit gedeelte hier ook weghalen. Gaat ook nog een klusje worden. Wil ik ook nog dit gedeelte van het postkantoor mooi maken, want dit matcht gewoon niet met de rest. Wil ik van dit gedeelte van mijn postkantoor hier helemaal naar beneden een waterlift maken, want het is nu gewoon vervelend als ik daar vandaan kom, dat ik helemaal om moet lopen. En tot slot wil ik dat gedeelte daar ook helemaal plat maken. We gaan gewoon deze hele berg gaan we plat maken. Ik weet niet waarom, maar dat is nu mijn doel. Dat moet gebeuren. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik een aantal dingen checken. Ten eerste had ik post gekregen van Zezombo. Die heeft mij 10 diamonds betaald. Dat betekent dat hij ook bij het postkantoor hoort. En met een boekje Wim de Lantaarn. Beste meneer Walbloot. Walbloot? Wat super zeg. Een postkantoor hier op Content Veen. Hier maak ik natuurlijk graag gebruik van. Want ik ben oud en slechte been. Dat lopen van hot naar her kost mij te moeite. Dus daarom betaal ik deze diamond om je te bemoedigen. AI kwam met deze rijm. Super fijn. Dat was niet echt een goede rijm. Ik hoop je zo te hebben geïnformeerd, want ik kan niet komen. Ik heb geen paard. Of geen peert. Paard. De groeten van die blauwe gozer. Stuur me snel een brief terug of ik word nog bozer. You. En dan heel veel poepjes. En op de volgende pagina nog meer poepjes. Mooie brief hoor. Dankjewel, Zezombo. Waarom is de brief alleen door Harlow geschreven, zo te zien? Er staat dat hij door Harlow is geschreven. Oplichte riet is dit. Maar we zijn wel 10 diamonds rijker. Goed jongens, voor de opname heb ik heel even mijn winkeltje bijgevuld met bamboe en cactus. En toen viel het mij op dat we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 diamonds bij de cactus hebben verdiend. En hier ook nog eens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Waardoor we letterlijk nu 37 diamonds rijker zijn. Ligt het aan mij of was dit een hele goede investering om deze winkel te maken? Ik denk het wel. Er is alleen één vreselijk, maar dan ook echt vreselijk ding gebeurd met mijn winkel. En daarvoor moet ik heel even de vuurtoren inklimmen. Zo, die hele vuurtoren is trouwens gewoon ingericht van binnen. Huh? Wow, villages hier overal? Het heeft helemaal een inrichting. Hoe kom ik boven? Dames en heren, het vreselijke wat er is gebeurd met mijn prachtige winkel. Het is letterlijk Rick's vieze hoofd. Zoals jullie kunnen zien, heeft Rick het vieze gore lef gehad om mijn prachtige ogerhoofd te veranderen in zijn rare... eeuw. Vies. Dat kunnen wij natuurlijk niet tolereren. En hij heeft hier natuurlijk zijn luchtballonhuis, zoals jullie kunnen zien. En hij is daar nu trotse bomen aan het hakken. Of een platform aan het bouwen waar hij bomen kan hakken. Onacceptabel, echt waar. Kan ik hier naar mijn... Oh, ik kan hier gewoon naar beneden springen. Goed, dan is het nu tijd voor ons om te gaan beginnen met het eerste project. Want we gaan Rick terugpakken. Maar eerst wil ik even mijn bouwprojecten af hebben van deze aflevering. En opdracht 1 van mezelf is om dit hele ding hier weg te halen. Gewoon dat het net zo plat is als de rest. En in principe is dat zo gedaan. Alleen het stenen gedeelte hier, dat gaat gewoon even duren. Dus ik denk dat ik weer een beacon nodig heb. Dus ik ga even Charlie aan kijken of ik die weer mag lenen. Char? Ja? Char? Ja? Hypothetische vraag. Oké? Okay? Gewoon even een hypothetische vraag. Stel, je hebt hier persoon A. Dit is persoon A, weet je? Mm-hmm. Persoon A heeft echt iets heel goeds. Wat persoon B ooit eerder heeft geleend, maar nog een keer nodig heeft. Hoe groot is de kans, denk je, dat persoon A dat spulletje aan persoon. Oh. Aan persoon B gaat geven? Nou, dat is natuurlijk van heel veel factoren afhankelijk. Ja, klopt. Ja. En in dit geval, stel persoon A zou nou Char zijn en persoon B zou nou Max zijn en de zaakjes zijn de beacon. Zou het denk je mogelijk zijn? Jawel. Ja? Ja hoor. Oh, dus ik mag je beacon lenen, hypothetisch gezien. Hypothetisch gezien mag je hem lenen. Zullen we dat eens voor de grap gewoon uitvoeren anders? Ja, dat is goed. Waarom ben je zo verbaasd? Ja, ik weet het niet. Wacht, we gaan er weer een leuke scène van maken, kom. Ja, is goed. Char, ik sta achter de camera. Wil je even je armor uitdoen voor deze scène die we hier creëren? Goed zo, dan kom ik ook even... Oh, ja, daar ben ik, hallo. Hey, we zijn we weer, net als vorige video gewoon, weer in deze ruimte. Alleen nu sta ik hier en jij daar. Ja. Ik heb voor jou de hypothetische beacon als ruil. Oké. Ja? Ja. Ik wil dat je hem goed bewaart. Ik wil dat je hem daar op dat polished Enders diorite blokje ophangt. Oei. In een onzichtbare item frame. Dan moet ik wel kijken of ik die heb.
Nou, maar hoeft niet nu. Oh, hoeft niet nu. Okay. Nee, hoeft niet nu. Nee, doe trouwens nu maar even. Nee, trouwens, hoeft niet nu. Hoeft niet nu. Kom maar, kom. Ik heb ook nog wel andere dingen te doen. Oh. nee, oké, sorry. En nu zijn we weer omgeruild. Kijk, ja, dat is een stek. Dat is nog meer. Dat was het? En, nee, de beacon alleen. Oh, die wilde je ook. Ja, de beacon mis ik. Oh, kijk, top. Hey, veel plezier met je stomme stinkzaad. Ik ga er vandoor. Oh, ik vergeet mijn camera. Wacht, de camera moet mee. Ik ga je zaadje verbranden. Dankjewel voor deze... Mijn zaadje verbranden, zei je dat nou? Ja. Nee! Goed, de beacon moet geplaatst worden. En ik denk dat ik hem een beetje hierbovenop in het midden ga doen. Omdat ik ook helemaal tot het postkantoor moet. En ik heb geen zin in dat ik dan geen ruimte genoeg heb. Laten we hem nu in één keer goed doen. Gewoon, vorige video lukt het niet helemaal. 1, 2, 3. Dit moet hoog genoeg zijn. Ik ben nu een beacon expert, jongens. Hij doet het al! Kijk nou! Hoe leuk is dat? 1, 2, 3. Hoppakee, dan is hij helemaal af. Dan heb ik alleen nog een ingot of zo nodig om hem aan te zetten. Tjoep! Pats! En natuurlijk een dikke vette boom. Goed, het takenlijstje. Berg 1 weghakken, berg 2 weghakken, een waterlift maken en mijn postkantoor mooi maken. Laten we beginnen met berg 1. Yay! Leuke taak dit. Heel leuk. Gelukkig ben ik die berg van vorige video gewend, dus dit is in principe een klein klusje. Jeetje, hey, dat was gewoon even snel gedaan en Joris heeft me gewoon weer geholpen. Oké, nu is het tijd om de beacon op te pakken en door te gaan naar puntje 2. De berg aan de andere kant en ik heb daar helemaal geen zin in. Maar we gaan het gelijk even doen. Oh, laten we die kant maar op gaan, hey. Ongelooflijk. Huh? Wat? Er zit hier de knop. En als het goed is, als ik erop klik, moet ik het nog steeds allemaal zelf doen. Je hebt echt mooi gedaan, Arlo. Oh, dat is jammer. Ik heb eigenlijk alles meegemaakt. Nee, hou op. Oh, wat was dat een werk, maar het is klaar, jongens. De hele berg is gewoon plat op het moment. En laten we even naar de mansion van Mandy gaan. Ja, zo heet het, Mandy's Mansion. Want volgens mij kan ik vanaf daar goed kijken hoe mijn platte berg eruit ziet. Oh, jongens, hier zijn we nog nooit binnen geweest. Zo te zien zijn ze druk met allemaal villagers, want volgens mij wordt dit een soort villagerkasteel. Wat is dit allemaal voor gekkigheid? Mandy's Mansion. In constructie, betreden eigen risico. Ik ben bereid om dat risico te nemen. Goed, hoe ziet het eruit van dit balkonnetje? Dat is dus een behoorlijke platte berg. We noemen hem... Platberg. We komen hier later wel terug als de inrichting af is. En volgens mij ga ik ook nog een nut hebben aan dit gebouw. Dus ik denk dat ik hier sowieso in de toekomst wel heel vaak terug ga komen. Maar dat zien jullie dan wel. Goed, laten we doorgaan met de volgende taak. En dat is het postkantoor daar. Zoals jullie nu kunnen zien, ziet het er niet uit. We moeten even de onderkant mooi maken. Beginnen we gewoon simpel door dit hier helemaal naar beneden door te trekken. Hetzelfde voor het grijze hier. Kijk, dat ziet er al beter uit. Hetzelfde aan deze kant hier. Hier moeten we dit ook allemaal weghalen. En dan gaan we dit ding gewoon even een beetje omtoveren. Althans, die onderkant. Goed, jongens. Ik heb merendeels van het postkantoor helemaal een make-over. Nou, een make-over. Ik heb de omgeving een beetje mooier gemaakt. Zoals jullie nu kunnen zien... We hebben hier een prachtige boom en gewoon een bosje en zo. En het is hier compleet verhoogd. Als je nu van hier aankomt, zie je ook dat het er een beetje anders eruit ziet. Even goed, gewoon heel leuk nog steeds. Deze kant hier mag ik nog steeds niet zoveel aankomen, omdat meneer KB dat ooit zei. Dus meneer KB, wanneer ga je hier nou wat bouwen? Het duurt lang. Ik hou van je KB. Goed, maar we hebben hier natuurlijk dit prachtige boompje. En een beetje leuke details hier. Althans minimaal. Dan ga je onder de brug door. Dan kom je aan dit gedeelte. Hebben we precies hetzelfde gedaan aan de andere kant. Maar dan een andere boom. En als je vanaf hier kijkt. Het hele postkantoor geeft zo een andere vibe vanaf hier nu. Dan moet ik nog steeds een keer die lelijke boom hier weghalen. En daar wat mooiers van maken. Maar jongens, als wij dit pad hier helemaal doortrekken daarheen, dan zie je dat dat helemaal fout gaat hier. Dus dit moeten we nog even oplossen. Maar dat is een kleinigheidje. Wat ik wil laten zien, is dat ik hier natuurlijk een lift naar beneden wilde maken. En dat komt precies uit, want ik wilde hem hier achter het snuffelnest maken. Dat je niet helemaal via dat varken van KB omhoog hoeft en dan die waterlift hoeft te nemen. Nee, dan kan je nu ook gewoon vanuit Venetië hier beneden... Kan je naar boven en dan ben je gelijk bij mijn basis. Dus het komt perfect uit met mijn pad daar. Enige is dat
ik even dan deze hoek hier ook nog even mooi moet maken. Gelukkig zijn wij daar heel snel in. Goed, dames en heren, het is helemaal af. Althans, ja, het is helemaal af. Zoals je kan zien, het pad begint nu natuurlijk hier en dan kom je aan vanaf een hele andere hoek. De lift moet ik natuurlijk nog maken naar beneden. Maar als je hier nu aankomt lopen, heb je ten eerste hier het leuke postkantoor links. En zoals je kan zien, is dat leuk aangekleed met allemaal details. Ik heb het spoor heb ik eerder naar beneden laten lopen, waardoor die precies achter de haag hier komt, of heg. En ik moet zeggen, dat ziet er serieus wel leuk uit. Die kleurtjes die er dan zo uitsteken, zomaar dat roze er mooi bij. Dat blauwe rondje dat je nogal goed ziet. Erg leuk. Het pad moet natuurlijk nog helemaal uit zichzelf kleuren, maar dat laten we gewoon, de natuur doet zijn werk. Dan begint het hier langzamerhand gewoon een beetje leuk eruit te zien. Er moeten nog lantaarnpalen komen. Dit gekke ding hier moet nog een keertje mooi gemaakt worden. En dan kunnen we volgende video wil ik waarschijnlijk gaan beginnen met de start van mijn mega basis hier. En zoals je kan horen, er zitten volgens mij heel wat zombies, spinnen, monsters en andere gekke dingen hieronder. Dus dat moeten we ook allemaal nog oplossen. Maar eerst is het tijd voor de mooie lift. Lopen we hier eventjes onder onze prachtige brug. Oh, het ziet er zoveel leuker uit nu allemaal hier, jongens. Vooral het postkantoor. Postkantoor stond altijd een beetje los van de rest, maar nu matcht het gewoon heel erg. Terwijl het postkantoor het eerste gebouw was. Oké, de waterlift wil ik een beetje hetzelfde maken als deze brug hier. Maar dan in plaats van asfalt wordt het met stoep. En zoals je hier leuk kan zien, het ziet er van buiten of van onder ziet het er leuk uit. Dus ik denk dat ik een beetje ditzelfde concept ga doen, maar dan wordt die iets minder breed. Want het is natuurlijk niet zo, wat is dit? Dit is 7 breed of zo. Het wordt nu 5 breed volgens mij. En dan natuurlijk beneden is het gewoon een pad die een beetje de berg in loopt. En dat je met de waterlift zo omhoog kan. Hartstikke leuk. En dan kom je bovenuit. Maar dan op deze locatie hier. Oké, laten we beginnen door de soort van kapotte brug als eerste te maken. Want dat is denk ik wel het meest logisch. En ik denk dat ik hem gewoon weer lekker helemaal willekeurig wil bouwen. Dat we niet te ingewikkeld nadenken over hoe het eruit ziet, weet je. Gewoon net zo rommelig als die andere. Dan wil ik er ook een beetje van dat polished andesite in verwerken. Dat het niet alleen maar van dit smoothstone is. En natuurlijk een beetje sters om hem gewoon hobbelig te maken. Het moet er natuurlijk kapot uitzien, alsof dit jaren geleden gebouwd is. En als ik het zo zie, lijkt het wel alsof het heel lang geleden gebouwd is. Het is helemaal afgebrokkeld. En ook als ik het nu van hieronder bekijk, dit lijkt er wel op. Dit is goed. Enige is dat hij nog niet werkt. Dus ik moet even goed nu helemaal de omweg nemen om weer naar boven te gaan. Helemaal vreselijk dit. Eerst moet je door meneer Varken heen hier. Dan moet je door de woonkamer van hem, waar de actrice is en 100 miljoen postvakken hier. Dan loop je langs het standbeeld van ons lieve vogeltje Peter Nanelius om vervolgens hier de lift te nemen. Laten we maar gewoon snel dit gat naar beneden hier graven, zodat we dit niet meer nog een keer hoeven te doen. Oh nee, ik kom in het spoor uit. Waarom nou weer in het spoor? Hoe groot is die kans? Moet ik helemaal een route eromheen gaan bedenken, zodat die lift hier naar beneden kan? Oh, wat ongelooflijk weer. Oké, het hele pad gaat er nu omheen. In plaats van dat hij hier rechtstreeks naar beneden gaat, want daar zit natuurlijk nu deze val naar beneden die ik zo verder ga graven. Gaat hij hier naar rechts, dan gaat hij eromheen naar beneden om vervolgens weer hieruit te komen. Hé, dat spoor is leuk, jongens, maar af en toe dat geklote mij ongelooflijk weer. Hè. Goed, we gaan verder hakken. Ik denk dat we elk moment beneden komen. Graven we hier recht onder van beneden ook nog even een tunneltje. En als het goed is, komen we dan precies uit bij mijn vrije val naar beneden. Hier komt natuurlijk de soul sand. Gaan we dit steen wil ik eigenlijk ook nog vervangen voor een ander leuk blok. Gewoon een beetje variatie. Het enige is dat ik bang ben dat het water hier misschien op deze rails gaat. Ik denk eerlijk gezegd dat ik hier ook gewoon glas moet plaatsen. En dat deze rails ook helaas ergens omheen gebouwd moet worden. Het zit ook even niet mee, hè, jongens, met die rails. Oké, ik heb echt het meest creatieve voor mijn gevoel ooit gedaan. Hij gaat nu helemaal hier in een soort rare slungel gaat hij er allemaal omheen en uiteindelijk komt het hier weer samen. Maar dat betekent wel dat we hier nu gewoon water naar beneden kunnen laten vallen. Want dat was het hele idee waarom dit moest. Ik heb geen zin in dat er water op mijn spoor komt. Goed, laten we dan nu even dit gedeelte hier doen door gewoon een leuke ingang te maken. En dan mogen Flora en René de rest doen. Het enige wat er nog moet gebeuren is het water moet erin. Ik zie dat hier ook nog een slep op moet, maar die heb ik niet meer. Dan gaan we helemaal naar beneden zwemmen. Komen we hier uit. Zo te zien ben ik mijn deur vergeten te plaatsen. Ik had hem wel mee. Ja, kijk, hier, we hebben de deur nog. De deur plaatsen we hier. Die houdt al het water tegen. Dan gaan we de kelp als een malle hier plaatsen. Zodat het allemaal blokken worden die heel zijn. Waardoor uiteindelijk de waterlift werkt. En ik zie dat ik net niet genoeg heb. Oké. We gaan even kijken of we dit kunnen boommielen. Oh, kijk, ik heb hier nog heel veel slabs. Misschien kunnen we wel boommiel gebruiken om dat kelp omhoog te gooien.
Ik hoop het echt heel erg. Even kijken, om ook te zeggen, ik denk niet dat 9 dan genoeg is. Oh ja, we kunnen het zeker, boomiel. Oh, dan hebben we gewoon even wat boomiel nodig en dan redden we het wel. Rennen we even naar mijn prachtige magazijn. Even kijken of er genoeg boomiel is. Even kijken, ik heb hier allemaal troepjeskisten staan. Misschien heb ik daar nog een beetje boommeel in. Al denk ik het, ja, 25. Laatste, oh, letterlijk, het was nog maar 1 boommeel. Eentje was genoeg. Springen we hier eventjes naar beneden. Oh, ik heb dit trouwens helemaal niet laten zien. Maar zo, ja, dit is letterlijk de ingang geworden. Zoals dit gewoon hier. En Flora en René mogen dit pad aansluiten aan hun basis hier beneden. Uiteindelijk ben ik bij het snuffelnest aangekomen. De dierenwinkel of de hondenwinkel. Maar als we deze nu hier weghalen, zo, als het goed is, komen er dan bubbeltjes. En als je erin springt, is het een prachtige waterlift helemaal naar boven. En dan ben je direct in mijn basis. Nou, dat is toch perfect, jongens. Hoef je niet meer om te lopen. Ik ben hier echt heel blij mee. Dan moet het pad hier natuurlijk nog even een beetje netjes worden. Oh, ik ben deze helemaal vergeten. Deze moeten we tot slot hier plaatsen. Dat is beter. Kunnen we eindelijk een keertje snel, als we van Rick of Justin of zo vandaan komen, deze berg opklimmen. Het was altijd zo irritant. Meneer KB, als je dit kijkt, ik hou echt heel veel van je. Maar de route was vervelend. Ik heb het 100 keer gezegd. Goed, als we dan mijn lijstje erbij pakken van het begin van deze video. Ik had deze berg hier weghalen. Dat is gelukt. Ik had die berg daar weghalen. Dat is gelukt. Ik had het postkantoor een beetje versieren en de berg erom heen soort van weghalen is ook gelukt. En tot slot, de lift naar beneden is ook gelukt. Dat zijn al mijn bouwtaakjes van deze video. Zijn gewoon helemaal compleet. Dit hier moeten we nog even geduldig op wachten. Dan gaan we nu heel even mijn volle inventory een beetje opruimen. Jongens, ik heb zoveel gesorteerde kisten daar, maar tegenwoordig dump ik alles gewoon weer hierin. Ik ben echt een kistmonster aan het creëren weer. Goed, laten we even kijken of er in de tussentijd cactus en bamboe weer is. Ik denk niet heel veel, want vlak voordat ik deze video startte, had ik ook alles erin gedaan. Maar op zich is dat, we zijn alweer een paar uur verder sinds het begin van de video. Is er ook nog een beetje bamboe bijgekomen? Ik denk het zeker wel. Laten we hier allemaal blokken van maken. En de rest nemen we gewoon lekker los mee. Gaan we even naar de cactuswinkel die Rick verpest heeft met zijn vieze hoofdje erop. Gaan we eerst wat cactus bijvullen. Deze moet gewoon weer helemaal vol zitten natuurlijk. En hetzelfde aan de bamboekant. Zo, jongens, dan is de hele winkel ook weer netjes bijgevuld. Aan de cactuskant hier zo te zien ook wel een beetje. Ik ben wel trots op hoe ik deze winkel tot nu toe bijhoud. Het gaat goed. Het gaat heel goed. En dan in plaats van dat we die route nemen, jongens. Het is nog een beetje rommelig natuurlijk, omdat je hier door de bergen moet lopen, maar we gaan lekker deze route hier nemen. Hoppakee. Het bouwwerk van Joris daar begint ook al op te schieten. Ik ben heel benieuwd wat dit specifiek gaat worden, maar ik vind de bouwstijl vind ik echt heel mooi. Heel robuust of zo. Mooi woord, robuust. Goed, dan wilde ik eigenlijk in deze video Rick ook nog pranken. Zeker omdat hij mijn cactuswinkel heeft verpest. Maar ik denk dat ik dat naar de volgende video ga schuiven en dat jullie dan leuke reacties achter kunnen laten. Dus laat vooral in de reacties weten wat ik met Rick zijn huis bijvoorbeeld moet doen. We kunnen een kleinigheidje doen, het hoeft niet eens met zijn huis te maken te hebben. Maar hij woont in die ballon daar. Wat kunnen we doen om Rick terug te pakken voor het verpesten van mijn winkel? Laat nu weten in de reacties. En als je daar toch bent, klik even op die like-knop. Je bent toch daar beneden in die video bezig. In plaats van dat we dat nu gaan doen, jongens, wil ik mijn map gaan fixen. En dan zou je denken, wat is er met je map aan de hand? Niet zoveel. Het enige wat er aan de hand is, is dat eigenlijk heel veel hier nu gaan is in dit gedeelte van de kaart. Maar ik wil Justin er ook niet afknippen. Dus ik denk dat ik hem gewoon groter wil maken. Dus laten we even kijken of we daar genoeg spulletjes voor hebben. Dan hebben we ten eerste een aantal kompassen nodig. Dan heb ik sugarcane nodig. En ik zie dat boer Justin daar in de verte vast wel wat te leen heeft voor me. Oh, of misschien verkoopt hij het in zijn SRV-wagen. We gaan even kijken. We hebben tegenwoordig genoeg diamonds die we hier kunnen pakken. Laten we er gewoon 4 meenemen. Ik moet nog steeds ook wat met jou doen, Esmeralda. Ik weet het. Ik weet het. Lopen we langs de constructie van Ricky. Zo te zien is die ook al opgeschoten. Volgens mij heeft hij zelfs een verdieping daarboven. Ik kom daar zo meteen. We gaan eerst even kijken bij de SRV-wagen. Oh, het ziet er ook niet uit, hè, dat hoofd. Goed, SRV, heb jij sugarcane te kopen voor mij? Ik denk het niet. Brood, aardappel. Nog meer. Waarom verkoopt hij pittig aardappel? Eel. Nee, zo te zien verkoopt hij geen sugarcane. Maar wat ik dan doe, gaan we even 2 diamonds hierin gooien. Oh, dat wordt gelijk zo te zien opgenomen in een systeem. Gaan we hier even het boerengebied in en ga ik gewoon deze sugarcane hakken. Ik heb hem toch betaald. Vindt hij vast niet zo erg, die Justin. Dan heb ik even een crafting table nodig. En ik denk dat hij hier wel in het grote gebouw van Ricky zit. Maar als we hier naar binnen gaan, moet ik verplicht een helm en stalen neus opdoen. Dus laten we stalen neuzen en een bouwhelm opdoen. Hoppa, hoppa. Nou, dan zien we er ook weer interessant uit, zeg ik zelf. Maar nu kunnen we op zijn minst het bouwterrein hierop. Waar is de ingang naar bouw? Oh, hier heb je waterliften. Hier, wat is dit allemaal gaande hier? Ik ben hijskraan. Er is hier ijzer aan het graven.
Hier de blokken die hij gebruikt. Het is echt letterlijk een bouwconstructie. Oké, we gaan hier omhoog. Hele lange waterlift hier omhoog. Maar dan komen we wel op de verdieping uit. Oké, ik weet niet wat de bedoeling hier is. Oh, ja, dit is leuk. De Ricardo en de Remco hebben we hier. Hoe is het uitzicht? Oh, zo, wat een uitzicht vanaf hier, hé. Oh mijn god, wat een mooi uitzicht. Je ziet daar net aan nog de Mandy's Mansion. Je ziet de platte berg hier. Dit is serieus wel een mooi uitzicht. Maar de grote vraag, heeft hij een crafting table? Ik neem aan van wel, toch? Ik neem aan dat hij hier wel een crafting table boven heeft staan. Volgens mij niet. Volgens mij ben ik hier letterlijk helemaal voor saus naar boven gegaan. Maar wat een uitzicht. Ook op Venetië daar. Maar geen crafting table. Wel een mooie ijskraan hier. Nou, laten we de lift naar beneden maar weer pakken. Dat eigenlijk gewoon een sprongetje is. Misschien heeft hij in zijn kate hier. Hij heeft een kate. Ja, kijk, in zijn kate is gewoon een crafting table, joh. Maken we papier? Dan maken we empty maps. Dan hebben we de 9. Hakken we deze sugarcane hier ook gewoon even stiekem. Weet je wat het is, jongens? Het groeit toch wel terug. Zo, hoppakee. Dankjewel, Flora en René. Ik betaal jullie wel terug met nog een lift of zo. Oh, mijn stalen, mijn bouwhelm en mijn stalen neusje moet ik nog terugbrengen. Die ben ik bijna helemaal vergeten. Die gaan we natuurlijk gewoon weer netjes in deze kist doen hier. Maken we hier even nog meer empty maps van. Dan hebben we de 12. Oké, dan ga ik nu, gaan we dit ook even op de kaart brengen allemaal. Even kijken hoe dit zit. We hebben eerst dit gedeelte hier. Dan hebben we zo te zien ook nog het gedeelte van de enchantment table hier. Die moeten we er ook op zetten. En ik denk dat Mandy's Mansion, ja, zoals je kan zien, net niet erop komt. Dan moeten we, hier moeten we ook nog even één kaartje maken. Maken we nog even wat item frames. En dan als het goed is, kan ik deze plaatsen en dan zien we al een beetje het idee dat ik heb. Kijk, ik wil ze uiteindelijk, wil ik het gewoon helemaal uitgebreid hebben. Voor nu is misschien dit wel even een optie. Alleen het ziet er natuurlijk op de kaart of op de tafel ziet het er niet mooi uit. Kijk, nu is die hele tafel heel raar. En nu zie je mijn basis wel mooi, maar ik wil eigenlijk die mansion en ik wil dat gebouw van Joris hier wil ik ook hebben. Dus wat we misschien kunnen doen is even heel ingrijpend, heel ingewikkeld. Nou, zo ingewikkeld is dit niet. Het is gewoon vooral vervelend. Maar we kunnen het helemaal opschuiven. Oh, nu moet ik de hele puzzel opnieuw maken. Nou, op zich valt het ook wel weer mee hoeveel ik moet doen. Zo, kijk, nu is de map een stuk langer, maar nu kan ik hier, heb ik nog ruimte om die andere dingen te doen. En dan zouden we de kaart zelfs helemaal zo doen. Ik heb nog 9 empty maps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan zou ik de randjes... Dat is een idee. We hebben een idee. Op naar Mandy's Mansion met een mooie kaart in mijn handen. Ik heb er heel veel zin in. Oké, laten we eerst de brug overlopen hier. Even kijken wat dit doet. Vanaf hier ongeveer moeten wij op een... Even kijken, is dat hier? Ja, ik denk dat het hier is. Moeten wij op een nieuwe map klikken. Zo. En die ziet er dan uit... Ja, oké, dat is wel netjes. Dat is wel netjes. Oké, dan gaan we nu even daarheen, fixen we het en dan zie ik jullie zo wel terug. Goed, ik heb de laatste 4 kaarten op het moment. Dan gaan we even terug naar het postkantoor. En dan gaan we deze er gewoon prachtig inplakken natuurlijk. Even kijken, dit zit volgens mij hieronder, zo. Deze zit volgens mij hier, zoals dit. En deze zit dan hierboven. En dan tot slot deze hier. Mijn stem kwam niet helemaal door. En dan tot slot deze hier. Dan missen we alleen nog de hoekjes op het moment. Maar daarvoor heb ik gewoon niet genoeg mappen. En ik denk dat ik dit uiteindelijk ook nog onder de grond wil verplaatsen. Zodat bijna mijn hele vloer hier gewoon een kaart is. En dan wel onder glas natuurlijk. Dat het er een beetje mooi uitziet. Maar zoals nu kan Mandy's Mansion er nog net niet helemaal op. Als Joris dit eruit gaat breiden zal het er niet op staan. En volgens mij is het nieuwe huis van meneer KB ongeveer een beetje hier. Dus ik denk dat hij sowieso een keertje groter moet worden dan dit. Hij is wel al een stuk geüpgraded, moet ik zeggen. Het is een hele upgrade met wat het eerst was. Goed, dan hebben we veel gedaan deze aflevering. Het postkantoor, bergen weghalen, liften, mappen. In de volgende video gaan we Rick even te grazen nemen. Maar voor nu, dames en heren, ga ik deze video afsluiten. Dit is de eerste Content Veen video in heel seizoen 4... die ik in 1 avond heb opgenomen. Normaal doe ik er altijd wel 1 tot 2 tot 3 dagen over. Maar dit is de eerste keer dat ik hem in 1 avond... Ik begon ongeveer rond 6 uur... Het is nu 12 uur. Ik denk dat ik er 6 uur over heb gedaan. Dus dat valt hartstikke mee. De eerste keer de Content Veen video seizoen 4 in 1 avond. Let's go. Goed, dames en heren. Bedankt voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En zoals je hier kan zien, daar is Ricky met een mega flatgebouw bezig. Ga zeker even naar zijn YouTube kanaal. En hou in de gaten hoe hij dat allemaal live aan het bouwen is. Ongelooflijk. En nu spreek ik later een glaasje water. Tot de volgende keer.